Goedemorgen iedereen. Vandaag wil ik het hebben over al de gemaskerde mensen die we tegenwoordig tegenkomen. Vroeger was het alleen maar voor carnaval. En af en toe kon je een masker maken in de kleuterklas. Maar vandaag zie je ze overal. Kan je ze overal tegenkomen. En vroeger, toen ik die maskers op het nieuws zag, meestal in Azië, zag ik zoveel mensen rondlopen, vond ik dat heel erg. Dat er zoveel luchtvervuiling was en dat de mensen zo bang waren. En ik moest er eigenlijk een beetje mee lachen. Ik dacht, amai, die mensen zijn zo bang. Is het daar zo erg? Hebben ze die maskers echt wel nodig? Maar nu draag ik ook een masker. Als ik naar de winkel ga, dan besef ik dat ik geen afstand kan houden van mensen. En dus is het belangrijk om een masker te dragen. Deels uit vrees voor een ziekte dat ik niet kan zien, maar ook uit verantwoordelijkheid naar anderen toe. Ik wil niet dat ik hen een virus geef. Ik wil anderen niet ziek maken. Wanneer ik zoveel mensen zie met maskers, dan is het even slikken. Dan geef ik toe dat ik ook een beetje bang ben. Wat maakt jou bang? Wat vind jij eng? Mensen zijn bang van allerlei dingen. Sommige dingen zijn logisch om bang van te zijn, andere mensen zijn niet zo logisch in hun angsten. Ik herinner me een keer dat ik echt versteld stond van hoe bang dat mensen konden zijn. Ik reed met twee meisjes in de auto, ik had zelf geen auto. En dus reed ik met hen mee naar universiteit. Ik ging 15 uur rijden van bij mij thuis uit naar school. En we zaten samen in de auto. We waren in de Verenigde Staten op de autosnelweg. Daar stond een plakkaat. En op die plakkaat stond er een bij. Zo'n kleine tekening van een bij. En daar stond Be Alert. Dus wees waakzaam. Maar be in het Engels kan betekenen wezen, maar ook bij. En in die meisjes hun hoofden was het zo heel duidelijk dat ze moesten oppassen voor bijen. En ze waren allebei heel bang voor bijen. Ze waren ook allebei allergisch. En dus waren de vensters ineens toe. En ze keken echt heel vol schrik rond. En we hadden geen airco. En het was echt zweten in die auto. En ik vond het zo raar dat die meisjes helemaal overtuigd waren dat die bijen gevaarlijk gingen zijn. Wanneer dat eigenlijk een bord was om te zeggen, wees waakzaam, er zijn hier wegenwerken aan de gang. Maar voor hen was dat een heel enge ervaring. Voor mij was het ook een heel enge ervaring, omdat ik niet begreep hoe dat vrouwen in elkaar zitten. En wist ik niet hoe ik dat met hen best kon communiceren. Maar we zijn bang van allerlei verschillende dingen. En vandaag wil ik de vraag stellen hoe wij daarop het best reageren. Hoe reageren wij als christenen op dingen waarvoor dat wij bang zijn? Hoe zouden wij moeten reageren? Op de enge dingen die op ons afkomen in ons leven. In de Bijbel lezen we over een jonge man in 1 Samuel hoofdstuk 17. Dus je mag je Bijbels daar al openslaan als je wilt om mee te volgen. Of ik ga de woorden hier ook op het scherm zetten. Daar lezen we over heel veel enge dingen die op een jonge man afkomen. Zijn familie en zijn volk wordt bedreigd door een vreemde leger. En als pronkstuk van dat leger was er een gespierde reus. Een man die een hele leger kon bang maken. En David, een jongen, komt daar het leger tegen. En hij merkt dat iedereen bang is. En toch gaat die jongen dat gespierde massa tegemoet. Om met hem te vechten. En Goliath lacht hem uit. Goliath is die gespierde massa, die reus. En ik wil hier even lezen wat er daar gebeurt. In 1 Samuel, hoofdstuk 17, vanaf vers 41 tot 47. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af. De Filistijn is Goliath. Voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op. En hij zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's.
Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal ik de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. En dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren. Nu, wij weten niet exact hoe oud dat David was, maar hij spreekt hier wel met woorden van ervaring of woorden van overtuiging. Nu staan wij ook oog in oog met een Goliath. Onze wereld staat op zijn kop. Wat wij nu meemaken heeft ernstige gevolgen voor de economie, voor banen, voor gezondheid, voor hoe wij in de toekomst zullen reizen. Of hoe dat wij zelfs een knuffel gaan geven aan elkaar in de toekomst. Het is erg. En wij moeten eerlijk zijn. Vorige week had ik het erover dat wij in een nieuwe normaal zitten in ons leven. De goede nauwe tijd van 2 maanden geleden, dat gaan we nooit meer terugzien. En wij hebben de neiging om te denken dat wij daar terug naar verlangen. Maar dat oude normaal, dat zien wij graag terug. Het is herkenbaar. Maar het was toch niet volmaakt. We dachten dat we het toen aankonden. Maar konden we dat echt aan, dat oude normaal? Was het wel een goede manier van leven? En hoe gingen wij toen om met bang zijn? Hoe ging het toen met uw bloeddruk, met uw gezondheid, met uw stress? Zouden uw kinderen zeggen dat je helemaal geen problemen had? Zou uw dokter het daar ook mee eens zijn? Heb jij je in het voorbije jaar ooit moeten verontschuldigen, omdat je bang was? Misschien heb jij, zoals ik, te fel gereageerd tegen iemand omdat je bang was. Omdat je besefte dat je iets verkeerd had gedaan. Enge dingen gaan niet snel weg. Ze gaan nooit weg. Wij hebben een betere plan nodig. Er moet een betere manier zijn om om te gaan met hoe dat wij bang zijn. Dus ga ik terug naar dat oorspronkelijke vraag. Van wat ben je echt bang? Wees eerlijk. Je mag van mij nu even bang zijn. Van wat heb je schrik? Misschien is uw lijst wel heel erg lang. Pak de grootste, de gedachte waar dat je de meeste tijd aan uitgeeft. Wat is voor jou het slechtste uitkomst? Probeer mij hierin even te volgen. Toen God jou en mij maakte, heeft Hij in ons een systeem ingebouwd met 2 keuzes. We kunnen kiezen om te vluchten of we kunnen kiezen om te vechten. Als je het vluchten kiest, dan betekent het dat je die enge dingen uit de weg gaat. Je zegt, het is mijn schuld niet, ik kan het niet beter maken, ik ben hier het slachtoffer, ik ben verloren en dit ding waarvoor ik bang ben, heeft gewonnen. Dat is vluchten. Dat is weglopen. Als je kiest om te vechten, dan blijf je staan. Je kijkt het enge in de ogen en ga je een lesje leren. Je gaat dat enge de kans niet geven om jou of de mensen waarvan je houdt te vernietigen. Nu begrijp ik wel als je je vragen stelt bij het vechten. Het vluchten begrijpen wij allemaal wel, denk ik. Het is gemakkelijker om dingen te negeren of van dingen weg te lopen. En ik werd geleerd toen ik jong was om geen confrontatie aan te gaan, niet terug te slaan, maar om weg te lopen. Maar dit is een beetje anders, denk ik. Maar vechten, is dat wel een mogelijkheid als je je baan verliest? Hoe kan je vechten als je niet genoeg geld op je rekening hebt? Of als je te maken hebt met een onzichtbare virus? Hoe is vechten een mogelijkheid? Ja, ik was mijn handen wel en ik draag een masker en zo en ik blijf zoveel mogelijk thuis. Maar is dat wel vechten? Dat lijkt mij eerder wel schuilen en verstoppen. Soms gebeuren er dingen dat je helemaal niet in de hand hebt. Er komt een virus en ik word verteld door de politie, je moet naar huis gaan. Mijn kinderen hebben met mij moeten lachen omdat ik op 3 dagen tijd 2 keer werd benaderd door de politie om mij te vertellen dat ik naar huis moest.
met mijn kinderen erbij. Ze vonden het een beetje grappig dat ik zo goed bevriend was met de politie. Er was niets anders te doen. Ik moest luisteren. Er is niets dat ik kan doen dat ervoor zorgt dat niemand ziek wordt. Er is niets dat ik kan doen om ervoor te zorgen dat alles weer normaal wordt. Dus is dit de vraag die ik wil stellen aan mezelf en aan jullie. Hoe kan ik vechten om mijn vrees of bang zijn en de zorgen die ik heb aan te pakken wanneer ik in een enge situatie ben? Dat is de vraag. Het antwoord is altijd hetzelfde en komt erop neer dat wij een keuze moeten maken. Een keuze tussen vluchten en vechten. Je hebt deze situatie niet in de hand, maar je hebt je reactie wel in de hand. Jij kan nu kiezen hoe jij gaat reageren op het enge dat voor jou staat. Dit is niet gemakkelijk voor de controlefreaks onder ons. Wij willen graag aan de touwtjes trekken en dingen laten gebeuren zoals wij dat willen. Maar dat gaat nu niet. Het ging vroeger ook niet op die manier, maar ergens hadden wij de gedachte dat wij alles wel onder de controle hadden in ons leven. Het merendeel van het universum heb jij niet in de hand. Hier zijn enkele voorbeelden. Je kan heel je leven zeer zorgvuldig gezond eten. Je kan fitnessen, maar dan kan een kankercel in je lichaam alles overhoop halen. En je kan er niets aan doen. Je kan een zeer brave automobilist zijn en alle regels volgen, maar een dronken achter het stuur kan je auto in stukken rijden. Je hebt dat niet in de hand. Jezus geloofde dit ook en zei dit hierover in Johannes 16, vers 33. Kijk even mee. Johannes 16, vers 33. Daar staat: Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Jezus zegt: In deze wereld gaat het moeilijk zijn. Maar houd moed. Met mij is er een nieuw normaal. Hier is uw keuze. Je kan kiezen voor mij, want ik ben de overwinnaar. Houd moed. Je hoeft niet bang te zijn. Kies mij. Vertrouw op mij. Waarom? Omdat ik de wereld heb overwonnen. In alle moeilijkheden dat je gaat meemaken. Dat heeft hij overwonnen. Dus we hebben een keuze vandaag. Gaan wij weglopen? Daarin gaan wij alleen het gevoel hebben van verlies. En vrees zal weer op zoek gaan naar ons op een latere datum. Of gaan wij vechten? En in die strijd mogen wij kiezen om ons veilig te voelen in Jezus en zijn overwinning. Wij krijgen niet altijd dezelfde keuze in de moeilijkheden die wij meemaken. Maar we hebben altijd wel een keuze in hoe wij gaan reageren. David beschrijft zijn ervaring op deze manier in Psalmen 56, vers 4 tot en met 5. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? David kent zijn God. Hij heeft zijn God aan het werk gezien. En hij zegt: Ik vertrouw op u. Hij zegt zelfs dat hij geen angst kent, maar hij zegt: In mijn bangste uur. Dus hij geeft wel toe dat hij bang is. Maar zijn vertrouwen in God is de manier waarop dat hij reageert op die keuze. Of dat hij gaat vechten, of dat hij gaat weglopen. Jezus zegt het op deze manier in Matteüs hoofdstuk 6, vers 25. Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? De mensen hadden het moeilijk. Er was heel veel onzekerheid. En hij gaf hen dit gebod eigenlijk. In het Grieks staat er dat er geen keuze is in zijn woorden. Hij zegt: Dit moet jij doen. Als volgelingen van Jezus, maak u geen zorgen. Maar dit zijn toch de vragen die wij stellen, hè, de laatste tijd. Wat ga ik nu eten of wat ga ik nu aantrekken? En Jezus zegt per se dat we hier geen zorgen
moeten maken over die lege rekken in de winkel. Hij zegt, vind je geen toiletpapier, dat is niet erg. Vind je geen bloem om mee te bakken? Of nu dat alle Nintendo Switch-consoles niet meer te verkrijgen zijn, Jezus zegt, maak u geen zorgen. En hij legt uit waarom, in vers 31. 31 tot en met 34. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Jezus zegt tegen ons, jullie zeggen dat jullie mij vertrouwen. Leef dan ook op die manier. Wij mogen niet reageren met schrik op de dingen die op ons afkomen. In plaats daarvan, maak een keuze. Dat je gaat reageren op een bepaalde manier dat aantoont dat wij gerust zijn in onze God. Dat Hij te vertrouwen is. Hoe vaak doen wij dingen die aantonen dat wij weinig op God vertrouwen? Onze kinderen maken dit bij ons zeer duidelijk. Mijn vrouw en ik hebben al jaren geprobeerd om geloofwaardig over te komen bij onze kinderen. We zijn al 14 jaar verder en toch blijken wij niet zo helemaal betrouwbaar te zijn. Wij hebben dingen gezegd zoals, pas op, de soep is heet. Je moet eerst even wachten of er een beetje op blazen. En wat doen de kinderen dan? Ze nemen dan een grote schep en ze steken het direct in hun mond en ze zeggen, oh, dat is zo heet. En mijn vrouw en ik kijken naar elkaar en wij zeggen, ja, daarom hebben we dat gezegd. Het is heel gemakkelijk te zien met mijn jongste zoon, die altijd thuis wil blijven. En dat begrijp ik wel. Hij blijft graag thuis. We hebben een mooie plaats om te blijven. Maar ik stel heel vaak voor dat we eens naar een park gaan. Of dat we eens gaan wandelen. En ik weet me nog heel goed, er was een keer dat hij wat jonger was. En ik stelde het voor en hij wou helemaal niet gaan. En ik kreeg hem niet de deur uit. Ik begon al weg te wandelen en hij ging op de grond zitten. En er waren zelfs tranen in zijn ogen omdat hij het zo verschrikkelijk vond dat wij naar een park zouden gaan. Ik kreeg hem eindelijk mee en na 2 uur spelen was zijn commentaar, wauw, dit is leuk. En ik moest nadenken naar zijn eerste reactie en ik zei, ja, wij zijn wel te vertrouwen hoor. Waarom is het zo moeilijk om iemand anders te vertrouwen? God weet wat wij nodig hebben. Hij belooft dat Hij ons zal geven wat wij nodig hebben. Ben jij bang? Vertrouw op God. Hij weet hoe heet de soep is. Hij weet hoe leuk een park zal zijn. Hij weet hoe dat wij deze crisis kunnen doorstaan. God is te vertrouwen. Wat ga je doen? Vluchten of vechten? Ik wil jullie aanmoedigen om te vechten. Niet op uw eigen manier, maar met geloof in God. Met het vertrouwen dat God jou uit de enge situatie zal leiden. God is de enige die ons van een enge situatie kan leiden naar het nieuwe normaal van ons leven vandaag. En die plaats heet vrede. Laten we samen bidden. Lieve Hemels God en Vader, we hebben u nodig. Wij geven toe dat we bang zijn. En dat we heel weinig vertrouwen hebben in deze situatie. Maar Heer, we beseffen dat u te vertrouwen bent. U heeft door de eeuwen heen en in ons eigen leven getoond dat u er bent. Dat wij op u kunnen rekenen. Heer, help ons om daaraan vast te houden. Heer, heel vaak hebben wij de neiging om weg te lopen van deze situatie. We willen er gewoon niet aan denken. We proberen onszelf af te leiden door andere dingen te doen. Maar Heer, wij willen vechten. Wij willen oog in oog staan met hetgeen waarvan dat wij bang zijn, met u aan onze zijde. En we vragen aan u om kracht, om te beseffen hoeveel geloof dat we nodig hebben om die enge dingen te overkomen. Heer, we danken u dat u
aan onze kant staat. Dat u ons wilt leiden, dat u niet ver weg bent, maar dichtbij. Heer, help ons om uw vrede te vinden in deze enge tijd. In Jezus' naam bidden we. Amen.